position, you see. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on the tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Hey, Jimmy. Goedemorgen. Hattie. Ja, rustig. Is dat niet de keizer van de Middelstraat? Nee, dat is niet de keizer van de Middelstraat. Dus, wil je even vegen daar naar buiten? We gaan gelijk even alles open. Ik heb eigenlijk altijd gesport en ik heb sportopleiding gedaan, dus ik heb altijd les gegeven. En dan kom je op een gegeven moment op een leeftijd en dan wordt iedereen wat minder fanatiek en dan vindt iedereen het allemaal wel goed. Ik ben nu 46 bijna en het lichaam wordt wel zwaarder hoor, het wordt wel echt veel zwaarder, want ik stond echt wel, ik heb bij David Lloyd in die grote toren gewerkt en zo. En dat was echt wel heel de dag gewoon lesgeven en lichamelijk en dan kwam je echt thuis en was hij echt gewoon op. En dan kom je op een gegeven moment op een leeftijd en dan wordt iedereen wat minder fanatiek en dan vindt iedereen het allemaal wel goed. En toen ben ik eigenlijk gaan boksen met een hele ploeg jongens, met allemaal vrienden. En daar ben ik de enige van overgebleven. Omdat dat gewoon nog lekker fanatiek is en omdat dat gewoon nog... En dat is alweer 20 jaar geleden. Want jij bent lekker fanatiek? Ik ben best wel fanatiek, ja. 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 Ja, ik heb gewoon maar één knop en dat is naar voren. Ik kan heel slecht achteruit, ik wil altijd vooruit. Wat geeft het je? Ja, gewoon een heerlijk gevoel. Het is gewoon, je moet er ook wel het mens voor zijn. Ik bedoel, niet iedereen is gemaakt voor de boksport of voor de vechtsport. Absoluut niet. Het is gewoon een hele zware training. En in de ring is al niet helemaal niet iedereen voor gemaakt. Wat geeft het me? Het geeft me plezier, het geeft me een fijn gevoel. Het geeft me zelfvertrouwen, het geeft me denk ik ook wel power en kracht. Ik kan gewoon heel lang volhouden, maar dat is gewoon het hele harde werken wat je bij het boksen ook leert. Goedemorgen. Kwam Ed zomaar mee? Goedemorgen. Was hij er zomaar? Goedemorgen. Hoi. Hoi. Mijn koffie zeker weer. Ja, een bakje koffie. Ik heb alleen geen bank hier nu. Dan moet je even of op de trap. Ik ga straks handschoentjes meenemen. Ja, dan kan ik nog liggen. Hoe is het? Ja, ik ben een oude bokser. Hij heeft bij Theo Huizenaar gebokst vroeger. Hij heeft gevaren. Hij heeft volgens mij 25 bokswedstrijden weg. En hij heeft in het Walhalla gewerkt als kelner, zeg maar. Als uitsmijter, kelner. Ja, in die tijd op de Kaap was het nogal wild. Dus dan was je niet alleen kelner. Dan werd er ook gewoon iedereen de tent uitgeslagen en dat soort dingen. En daarbij proberen ze een beetje die kleine bondjes erbij te krijgen. Kan morgen vechten? Moet je morgen vechten? Oh. Wil je kampioenschappen? Kijk, het is hier voor ons van. Nee, dat leer je ook eens een keer wat van. Ja, tuurlijk. Het is jouw zoon wel, maar hij mag eens een keer een paar op zijn zoon de miet hebben. Ja, vind ik ook. Tuurlijk, als je moest, krijg je er ook wel eens een persoon toe in je kop. Ja. Ja. Is dat wat heb je hier zo, Jaap? Ik heb de laatste tijd wel dubbele winsels nodig. Heb ik een speciaal sponsie en dan doe ik twee winsels om. En dan heb ik er gas aan, want normaal, ja, dat is geen klauw meer. Dat is niet normaal met die vuist. Zit hij nou die is helemaal voorop. Is het hier? Ja, dat beentje schijnt hier te zitten, dat is verhuisd. Dat is ik nou niet die knoppen. Ja, dat is verhuisd. Hey! Goed. Heren, goedemorgen. Goed met jou? Ja, wat ben je net al mevrouw? Ah, mooi jasje heb je aan, Peter. Ja, ik denk speciaal voor jullie, hè. Dat ja, dat mooi. Hoort erbij. Wat ben je? Bij mij prima. Tijdig gezien, man. Kijk. Ja, weet je nog wat betekent? Kijkersin. Ik heb hem ook aan. Iedereen mijn arm zit ook hier, hè? Ja, wacht even. Iedereen heeft hem. Ja, ja. Dus we kunnen wel een partijtje maken. Dat denk ik wel. Dan kunnen we nog naar buiten, hoor.
als het nodig is. We missen je wel een beetje hoor, in de buurt. Ja. Ze hebben het uitgezet, hè? Ja, dus, ik ben met pensioen. Ja. Ja. Goede regeling. En, mis je het? Maar lekker toch? Ja en nee, soms wel, soms niet. Ja, dat is normaal. Alleen je kan nu je eigen agenda bepalen. In de loop van de middag ga ik sportlessen geven, met karate, ik geef bewegen voor ouderen. Ik geef cursus zelfverdediging, ik kom tijd tekort. Hij kent iedereen. Ja, ik kende ook wel iedereen inderdaad. Het was wel een man die... Ik denk ook wel respect had bij de anderen. Ja, en hij pakte het net op een andere manier aan. Niet heel autoritair, maar juist door sociaal. Normaal met mensen te praten gewoon. Ja, ja. Dan kan en ze wisten natuurlijk ook wel wat hij kon, hè? Dat hij een Sian is en feiten dan. Dus er was natuurlijk ook een klein stukje respect aan hem toe. Lekker. Echt? Deze vandaag de laatste dag. Een beetje mensen van dag. Oh, echt? Hoe lang kennen we elkaar? Ik was een meisje. En Peet moet eigenlijk niet weg, maar ik gun hem wel zijn rust natuurlijk. Maar we gaan je echt missen, Peet. Maar jullie ook. Hoe lang heb je in deze wijk gewerkt, Peet? Precies 15 jaar. Mooie tijd gehad. En 15 jaar lang geen seconde ziek. Ik was er altijd. Ik was last van mijn rug door het karate en knokken. Dan liep ik een beetje te kreupelen. Dan zei mijn vrouw, joh, ik ga je ziek melden. Zeg, als je mij uit je hoofd laat, ik ga gewoon werken. Want ik vond het werk gewoon veel te mooi. Met de bewoners en in de wijk. Geweldige tijd gehad. Heb je het gevoel dat je echt wat hebt kunnen doen? Jazeker, ja, ja. Zeker de laatste jaar in deze wijk. We hebben aardig wat drugspanden hebben opgerold. Dealers hebben aangepakt, dealers uit de wijk. Ik werkte altijd in Burger in een oud rotjasje. Dan scheer ik me 4 dagen niet het petje op. En dan zeg maar de junk meiden aanhouden, dan boden ze hun diensten aan. Voor 2 euro of 3 euro kon je dan mee. Dan zei ik, politie, en dan moesten ze mee. En dan ben je dus in de bouwman te krijgen of in de zorg. De dealers uit de wijk, de panden sluiten. Een vraagbaak en een adviserende rol voor de winkeliers. Nou, wij hebben elkaar leren kennen door vervelende omstandigheden. Want het vrouw is 2 keer beroofd, hè? Eén keer overvallen en 1 keer beroofd. Wat is het verschil? Overval en beloofd is heel anders. Overval is een heel, heel heftig. En ik kom hier deze knop drukken en dan komt boef met 2 binnen. Heel snel, met wind. Ik wil de vitrine openmaken zo en dan pistool in mijn hoofd. Andere oversprongen. Mond dicht, kan ik niet ademhalen. En dan gewoon zo... Volgende komt binnen met tas. Ik zie alleen de schoenen met tas neergelegd. Alle vitrine leeg. En toen wegging en dan gas gespoten in mijn hoofd. Ik kon niet ademhalen, kon niks zien, niks. Ik heb niet gezien dit wegging. Zijn ze gepakt, die jongens? 2 jaar later gepakt. Daar heb ik ook blij. Hebben ze 5,5 jaar straf gegeven. Echt? Ja. Ja. Voor die overval hier? Voor overval hier. Dat is best een flinke straf. Nou, die boeven zijn mijn leven is echt kapot gemaakt. Wat is er dan? Psychisch heb ik probleem nog steeds. Op welke manier? Welke manier? Slecht slapen, ik ben agressief, meer boos. En gebruik ik medicijnen ook voor depressie. We hebben veel de verhalen gedeeld, al mij verteld. En weer vertelt en weer vertelt. En dat lucht lekker op. En positief blijven denken en doorgaan. Ja. Dat hebben we veel over gehad. En als ik dan wegging, dan was je weer blij. Dan had je het weer naar je zin. Klopt. En dan, zoals je nu lacht, dan lacht je weer. Klopt. En dan kon je weer de hele wereld al. Dan zei ik, kom op, hè. Ja, toch? Ik heb alle politie, alle reserve, heel veel steun gehad. Ja. Dat mevrouw Demir, jij bent een sterke vrouw. Ga door. Leven gaat door. Jij, gewoon vechten. Met het leven. Ja. Dat heb ik gedaan. We hadden vroeger gewoon heel veel boksers. En zeker in Rotterdam. Veel havenmensen die boksten en zo. En nu is die spoeling veel dunner. Er zijn veel minder boksers. Er zijn veel minder bokswedstrijden. En er wordt veel minder geknokt. Mensen hoeven ook niet meer zo te knokken zoals vroeger. De goede boksers komen nog steeds uit Cuba, Mexico. Het zijn toch de armere landen. Vroeger in de oorlog hadden we goede boksers voor de oorlog, na de oorlog. Want
dan moest je vechten voor je geld. En dan ging je ook veel meer op het lichaam vechten. Veel meer dichterbij, nam je veel meer risico's. En nu hou je veel meer op afstand, op punten. Want je hoeft niet meer zoveel risico te nemen. Jij vindt het wel een beetje jammer. Ik hou wel van een beetje het bloed en het... als je oude films ziet en oude video's... dan zie je de spetters bloed om je heen gaan en... twee, drie keer knock-out in een ronde. Is toch dat je dat opzoekt, dat je die klappen wil voelen. Zodra ik een bloedneus heb of zo, dan ga ik ook veel harder. Op het moment dat ik twee, drie klappen echt krijg... denk ik, oh, jou moet ik hebben. Dat is denk ik nog wel het meest wat me eraan trekt aan het boksen. Dat er zo hard getraind wordt, zo vol overgave. Dat je alles, alles moet geven. Dat je pas klaar bent met trainen als je gekotst hebt. En als je niet meer kan, weet je wel. En als je niet meer kan, wordt er nog tegen je gezegd, ga door. Want op straat kan je ook niet stoppen. Of in het leven kan je ook niet stoppen. Maar je moet wel agressie hebben. Ja, je moet wel agressie hebben, ja. Ja. Wat is dat dan? Dat is je spirit, dat is je hart. Je hebt boksers met een leeuwhart. We hadden vroeger Aad Jansen, Leen Jansen. Aad Jansen was de technische bokser, eigenlijk beter als Leen Jansen. Maar Leen Jansen had een leeuwhart. Die wilde je vermoorden, zeg maar. Dat willen we allemaal niet, hoor. Maar dat gevoel heb je wel. Wat voor hart heb jij? Ik heb een leeuwhart. Ja, dat denk ik wel. Ze noemen mij op de boksschool al heel lang hoor, Pitbull. Ja. Hoi, hoi. Ik ben een rustig persoon. Ik doe zelf ook wel vechtsport. Ja. Maar ik zou iemand nooit zomaar kwaad doen of zo. Als het zelfverdediging is, is het ander wel. Maar voor de rest is daar geen reden toe. Maar dat leer je toch ook op vechtsport? Sporten heeft niks mee te maken met de agressie van een ander. Je hebt bepaalde punten waar je in persoon moet raken. En als je iemand raakt en die persoon, je ziet dat die persoon gewoon daar last van krijgt, is altijd een scheidsrechter bij. Dus voelt hij iets, scheidsrechter komt ertussen, geef een acht tellen. Dat is beveiliging van de sport. Ik ben een trainer die zegt, ik bepaal wanneer dat ik een handdoek gooi. Met wie heb ik de eer? Francisco de Brito. Van de Brito Gym, Rotterdam. Leg maar dat eens uit. Ik was op school altijd eigenlijk een beetje angstig door de grote jongenspesterij. Zodoende ben ik met zelfverdediging begonnen. Taekwondo, daarna kickboksen, thaiboksen gedaan, boksen gedaan. Ik heb het gedaan tot aan de tweede dan taekwondo. Daarna ben ik overgestapt naar kickboksen. Daar heb ik het geluk gehad om negenvoudig Nederlands kampioen, viervoudig Europees en tweevoudig wereldkampioen te worden. Dus dan mag ik trots zijn op elkaar. Ik ben een klein ventje, maar die me voelt als een man van 2 meter... van 100 kilo en vooral dat heb ik van wat de sport te danken. Gegeven? Dat heeft de sport mij gegeven. Maar zelfvertrouwen. Wat heeft het je gegeven? Ja, het heeft mijn leven gegeven. Ik ben wat knapper geworden daardoor. Nog knapper. Ja, ik doe het al sinds jongs af aan en ik merkte in de momenten dat ik trainde dat ik wel wat meer zelfvertrouwen had op straat. Heb ik eigenlijk altijd wel een beetje gehad. Waarschijnlijk overschat ik mezelf soms ook een beetje. Ik heb nog nooit gevochten hoor, maar ik merk dat ik niet heel snel bang ben. Er wordt wel vaak gezegd, nou, dus je bent gevaarlijk, maar... Nee, dat heb ik totaal niet. Dat straalt ook niet echt uit, denk ik. Maar dat is ook niet zo. Nee. Nee hoor, ik heb nog nooit gevochten op straat. Ik heb ook heel weinig ruzie, dus... nee hoor, nee, ik ben niet gevaarlijk. Ik weet wat ik kan, maar ik doe ook geen wedstrijden of zo, dus... Wat voor wijk is het? Men is toch wel betrokken met elkaar. Iedereen kent ook elkaar. Ondanks het feit dat er al die verschillende nationaliteiten wonen? Toch wel, toch. Als je dus kijkt, als je dus Holy Pakman hebt... of het carnavalfeest, zeg maar, dan zie je toch dat men toch betrokken is. En als we hier op het dierenlandje de activiteiten, die mensen hier veel voor de wijk doen, zie je toch wel dat de mensen komen. Is zo? Ja, goed. We hebben net een prijs gewonnen van 10.000 euro van Opzomeren. En Opzomeren, heb jij er wat al meegedaan? Ja, we hebben met Miranda, Cory en Wahid en al de rest die je hoort, hebben we allemaal meegenomen. Wat is het dierenlandje? Ja, het is ooit opgezet door sport en recreatie met echte dieren. Maar dat ging helemaal fout, want de kinderen begonnen te voetballen met de konijnen. Terwijl de beheerders binnen zaten. Dus toen heb de gemeente gezegd van, we gooien het dicht. Toen heb het geloof 5 jaar braak gelegen, toen zijn wij erin gekomen. Wie zijn wij? Ik heb hem weer opengemaakt, zeg maar. En waarom heb je dat gedaan? Ja, we vonden het zonde. Het terrein ligt helemaal braak. En toen hebben we met DISC en Initio... en gemeentewerk hebben we een plan bedacht
om zeg maar, een speeltuin ervan te maken. En nu vallen we steeds, krijgen we meer speelgoed om het op te bouwen voor de jeugd. Dus dat wil ik hun meegeven. Probeer te blijven knokken. En makkelijk gezegd dan gedaan. Want niet iedereen heeft die mentaliteit om door te knokken. Dus als je dat niet hebt, ja, dan verzuip je. Maar als je... Kan iedereen het? Nee. Ik wil alleen meegeven. Ik heb altijd heel mijn leven gesport en getraind. Dus graag mijn borrel, dus graag mijn bier. Maar sport geeft je zoveel energie. En het hoeft niet een vechtsport te zijn. Maar gaat zwemmen, gaan lopen. Een heleboel mensen zitten aan de antidepressiva. En zitten aan dit. Ah, ik ben zielig. En natuurlijk zijn die mensen zielig. Ga wandelen. Pak een fiets. Ga iets doen. Maar als je waarom niet... is dat? Als je iets gaat doen, dan kan je zin in verzetten. Maar waarom is het dat als je iets met je lijf doet, als je moe wordt, ja, dat je dat helpt? Nou, als je gaat sporten, dan gaat stoffen aanmaken in je lichaam. Hè? Dan maak je stof aan. Dan krijg je energie van. Maar als je alleen maar als een zoutzak blijft zitten, ja, dan gebeurt er niks. Als je iets niet wil, ga je het nooit bereiken. Als jij het wil, dan lukt het. Met hulp van instanties, of misschien met medicijnen, liever niet. Maar als je iets wil bereiken, ik over de hulp kan je krijgen, dan kan je iets bereiken. Maar je moet wel willen. Ik heb altijd in de sport heb ik mijn frustratie kwijtgekund. Dat is altijd mijn redding geweest. Want je maakt dingen mee, je ouders komen te overlijden, goede vrienden, goede kennis, dat doet pijn. En natuurlijk jank je, maar door het harde trainen, het harde sporten, kon ik altijd de wereld weer aan. Dat is altijd mijn kracht geweest. En natuurlijk een dijk van de buddy, mijn vrouw. Die precies weet, als ik stil ben, jongen, is er aan de hand, hoe gaat het met je? Die altijd opvangt. Gewoon de allerbeste. Ben je door je vrouw of door de sport gered? Beide. Nee, nou, ik denk wel het meeste mijn vrouw. We hebben met het team wat puin geruimd. Drugsbanden, straathandel, jeugdoverlast, diefstallen. Het mooie daarbij was om te zien dat jij als man op leeftijd soms meer energie en gedrevenheid had dan menig jonge Adonis van voor in de 20. Peet, je was een fijne medewerker, maar je bent vooral een vriend. Dankjewel. Kijk, dus jij in de glorietijd. In het boksen is zij echt de topper geweest, zeg maar. Net zoals Gunda Niemann in het schaatsen. Weet je, dat zijn gewoon de vrouwen die het gedaan hebben. Die net even een kopje boven alles uitsteken. Het is jammer dat de dames een beetje ondergeschoven zijn. En ik denk nog in het boksen dat we nog meer moeite hebben dan in andere sporten. Dat mannen het wel een beetje bagatelliseren en zo van, dat is allemaal niks. Mannen zijn sowieso sneller, dat geeft helemaal niet, dat is gewoon zo. Mannen... Sneller? Ja, ja, in het algemeen zijn ze sneller, fysiek sterker, reflexen zijn sneller. Ja. Heb je ooit gedacht dat je een man had willen zijn? Nee. Nooit? Ja, wel, maar dan... Nee, niet echt. Waar ik een man voor zou willen zijn, is dan omdat, zeker omdat mannen gewoon nog een bepaalde meer vrijheid hebben als vrouwen. Als ik een man zou hebben die zegt van, ik zeg niet waar ik heen ga, dan zou ik precies hetzelfde terug doen. En ik heb ook hele nachten gestapt tot 7 uur 's morgens zonder mijn man. En, vond ik ook dat dat gewoon kon. Dat vind ik ook nog steeds. Maar er wordt wel anders tegenaan gekeken. En nou is Nederland een heel vrij land. Nou, ik heb dan 2 Spaanse ouders. We hebben best wel vaak gehad dat we zeiden van, dan gaan we naar Spanje verhuizen. Dan gaan we daar een sportschool beginnen. En ja, helemaal enthousiast. En dan was de volgende morgen en zei ik, nee, daar krijg ik benauwd van. Jij? Ja. Ja. Want? Nou, er wordt veel meer op je gelet. Er wordt toch meer van je verwacht dan in een grote stad in Rotterdam, in Nederland. Had in Spanje niet gekund? Nee. Als vrouw? Nee. Had je achter het fornuis moeten staan? Ja. Pas allemaal gedaan. Hoofd dicht.